Ze is een natuurtalent. Als zij een verhaal vertelt, zit je op het puntje van je stoel. Anne van Brunschot uit Helmond mag zich de voorleeskampioen van 2009 noemen. Elk jaar doen tienduizenden kinderen mee aan de nationale voorleeswedstrijd. Vandaag was de finale en Anne was dus de beste. En de winner is... Anne uit Noord-Holland. Je beseft het niet helemaal. Het is echt gewoon super. Anne las voor uit het boek Shaki en de Chocoladefabriek. Voor die heerlijkheid om gewoon de stukjes chocola zomaar achter elkaar op te eten. Wat is er leuk aan voorlezen? Dat je alles in je hoofd voor je ziet, als een film. Dat vind ik het leukste. Je ziet er wel alsof je jongens gaat worden. De strijd ging tussen 12 finalisten en die waren allemaal erg goed. Je kan niet zoveel met meisjes. Eigenlijk van de meisjes niet zoveel met hem. Hoe ga je ervoor zorgen dat je opvalt bij de jury? Ja, gewoon lekker rustig relax voorlezen en dan zie ik het wel. Ik zoek de weg naar huis. Door een verhaal kiezen van een schrijver die niet bekend is. Oh, maar dat is makkelijk, zei de leeuw. Dan moet u omkeren en teruglopen. Ik probeer goed contact te maken met het publiek. Kijk eens, Vos. Kijk! Wat is er met jou aan de hand? Doordat ik een spannend fragment kies, een leuk stuk. Zijn wangen puilden uit van de chocolade. Alle finalisten kunnen best wel trots zijn op zichzelf. Ze zijn namelijk al kampioen van hun provincie. Maar ja, er is er maar één die zich kampioen van Nederland mag noemen. Kun je er ook wat mee doen in de toekomst? Ja, dat denk ik wel, want ik wil operazangeres worden. En dan moet je natuurlijk stem goed kunnen gebruiken, de tekst onthouden. En dat is handig. Je stond namelijk doodstil en je had de riem met beide handen stevig vast. Anne is een jaar lang de nationale voorleeskampioen en ze krijgt naast een boekenbon een trofee mee naar huis.